kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een nieuwe Shein shoplog voor jullie. Kijk dit, hè. Oef, het is echt bizar veel. Oh, oh, het valt helemaal. Dit keer met alleen maar herfst- en winteritems. Dus mocht jij nog inspiratie nodig hebben voor deze koude dagen. Ik heb het een en ander besteld. Het is een samenwerking met Shein. Ik heb dit opgestuurd gekregen. En ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Want ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Laten we snel beginnen met openmaken. Zo, pak even een schaar. Yes. Goed, ik heb dus twee hele grote dozen. Ik begin wel gewoon met de iets kleinere doos. I can't wait. Oh, het was trouwens. Even kijken, 1 oktober heb ik het besteld. Het is nu 8 oktober. Volgens mij was het 6 oktober binnengekomen. Dus binnen 6 dagen binnengekomen. Mega snel. Zo. Ik zie al gelijk iets wat ik... ja, dat bewaar ik voor het eind. Goed. De inhoud van de kleine doos. Laten we beginnen. Eerst iets beige. En ik heb volgens mij best wel veel zwart, wit, beige. Een beetje de basic kleuren besteld. Omdat ik daar nu gewoon wat meer ja, van hou. Wat is dit? Oh, heel leuk. Mooie kleurtjes, zeg. Dit is een wikkel. Nee, dit is niet echt een wikkelvestje. Dit is zo'n topje. En hij is dikker dan ik had verwacht. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg chill. Kijk, dit is het vestje eigenlijk. En die kun je dus super leuk met van die touwtjes een beetje dicht doen. En dan gewoon met een leuk, misschien een bralette onder of gewoon een hemdje of zo. Is dit echt een heel erg leuk topje. Maar het is dus echt mega rekbaar, maar ook heel dik. Want ik had verwacht dat het gewoon echt zo'n, ja, heel dun stofje was. Maar het is echt zo'n lekker zacht dik stofje. Dit is het. Super chill. Kijk hoe erg die rekt. Echt mega chill. Maar het is dus ook een beetje, ja, ik had verwacht beige, maar het is een beetje poederroze beige. En dat vind ik eigenlijk nog wel leuker misschien. Dus dit super leuke vestje, echt, ik vind hem amazing. Kijk, ik heb een middenmaatje S en ik ga kijken hoe duur die was. Deze was maar 13 euro en dan heb je nog niet eens mijn kortingscode gebruikt, moet je nagaan. Dus dat is dit super leuke vestje. Dan dit topje en ik zou het niet zo per se combineren. Ik zou echt een leuk topje onder doen, maar ik had dit hemdje nog aan en ik dacht, nou, prima. Waar je wel voor moet oppassen is dat hij hier heel ver gaat. Dus ik heb mijn BH-bandje zo heel ver gedaan, zeg maar naar deze kant. En dan valt het er net overheen, maar als je een beetje beweegt dan weer niet. Dus ja, eigenlijk valt hij al bijna over je schouder heen, zo ver zit hij. Verder vind ik hem denk ik wel heel leuk. Maar ik moet nog even kijken waarmee ik het ga combineren. En ik zou het dus niet met dit hemdje doen, maar echt een leuk topje of zo. Maar dat moet ik dan nog even zien. Nou, ja, top. Wat is dit? Oh ja, dit is zo'n legging. Maar het is wel echt, echt een legging, zeg maar. Ik had misschien gehoopt dat dit iets meer als een broek, zeg maar, gedragen kon worden. Maar het is wel echt een legging. Maar goed, dit is dus een legging. Goh. Het is een zwarte legging. En hij heeft van die rib. Ja, het is echt zo'n geripte legging. Maar ik vraag me af of die doorschijnt. En dan heeft hij dus een split aan de onderkant. Wat ik dus wel heel erg leuk vind. Maar ja, op zich wel een chille legging. Maar misschien met een hele grote hoodie. Dat is wel chill. Gewoon met maat L of zo. Is dit wel heel erg leuk. En ik hou echt van die splitjes in de onderkant van broeken. Ik vraag me af of die doorschijnt. Misschien een beetje. Ik zie mijn gouden ring er wel doorheen. Dus deze legging. En die heb ik in een maatje 36. En die kost maar 10 euro. Dan de legging. En die zit echt heel erg chill. Lekker hoog. En gewoon heel comfy. Maar ik ben zoals altijd weer te klein. Dus dat is wel jammer. Misschien met gimp of zo eronder. Dan kan het op zich wel. Maar ja, ik ben gewoon iets te klein. Next. Oeh, ja. Nog iets zwart. Hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het kan best wel stoer zijn namelijk. Dit is een leren broek. Zoals je kan zien. Hij moet wel even gestoond worden. Maar hij is dus gewoon zwart leer. Misschien dat het door de felle belichting, want het is heel grauw buiten, dat het wat blauw lijkt of zo. Maar het is zwart. En het is eigenlijk een beetje zo'n joggingsbroek. Maar dan in het leer dus. Ik vind het wel tof. En dan met een strakke body erboven of zo'n beige body. En dan gimpen eronder of hakken, dat is ook wel vet. Zie ik dit helemaal voor me. Ja, hij voelt best wel chill. Hij heeft hier dus een band. Die rijdt heel erg lekker mee. Sluit hij denk ik ook wel mooi aan. En voor de rest ziet hij er eigenlijk prima uit. Hij stinkt wel een beetje, maar
ja, dat verwacht ik eigenlijk ook al. En aan de onderkant heeft hij ook een band waardoor hij weer wat strakker valt op je enkel. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. En deze broek is 18 euro. Nou, ik heb als eerste de broek aan en hij zit echt perfect. Ik vind hem echt super tof. Ja, echt heel leuk. En hij zit ook heel fijn hier met die band. Dus ja, met een body of zo erin vind ik dit echt super cool. Maakt wel geluid, maar ja, dat verwacht je ook niet anders. Maar echt helemaal blij mee. Heel mooi. Oeh, is dit wat ik hoop wat het is? Of is dit de trui? Volgens mij is dit de trui. Het is in ieder geval een heel leuk kleurtje. Oh, heel leuk. Zo, die kwaliteit voelt echt super goed. Niet normaal. Ja, kijk, ik heb nu ook een beetje zo'n wit truitje aan. Deze is van Naked. En ik heb hem dus nu ook in het beetje... Ja, het is niet veel roze. Het is ook niet echt poederroze. Ik weet niet. Het is gewoon een beetje een roze kleur, maar dan wel wat zachter. Heel erg mooi. Hij is dus gebreid en hij heeft een beetje een colletje. Niet te hoog, wat ik gewoon heel mooi vind. Eigenlijk een beetje zoals deze. En dan vallen je kettingen er dus mooi overheen. En verder heeft hij een beetje een ballonmouw, valt hij hier weer wat strakker. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij gewoon zo lekker gebreid is. In het midden heeft hij nog ook zo'n patroontje. Het jeukt totaal niet, het is ook echt een kietelstofje, dus dat is top. En aan de onderkant heeft hij trouwens ook nog een soort van, ja, niet echt een band. Maar hij sluit wel mooi aan, zeg maar niet dat het zo wijd valt. Dus dat is deze super mooie rozige trui. Ik vind hem echt helemaal het einde, helemaal leuk. Zo, het wordt hard. Het regent hard, dus ik hoop niet dat je iets daarvan hoort, maar het is echt minimaal. Ik zit even de prijs op te zoeken. En deze trui heb ik in een maatje S en die kost 18 euro. Nou, dan deze sweater en ik vind hem echt super leuk. Ik ben echt verliefd. Colletje is hoger dan ik had verwacht, maar ik vind hem eigenlijk daarentegen wel echt heel leuk. En dan met een leuke mom jeans of zo eronder. Dit kleurtje ook echt super leuk. Dan de super grote andere doos. Leuk! Zo, er zit iets heel leuks aan de bovenkant. Echt lekker fluffy ziet het eruit. Dus laat ik daar ook maar gelijk mee beginnen. Kijk dit. Lijkt wel een schaapje. Heerlijk. Wow! Dit is echt niet normaal. Dit is echt zo'n Primark item wat super zacht is. Ik weet nog niet wat het is, maar kijk dit. Dit is echt... Amazing. Hier wil je een deken van. Oh, I love it. Goed, even kijken wat het daadwerkelijk is. Oh my god, ja, dit is die jas. Oh, dit wil je als jas. Hoe tof is deze jas? En het is dus echt de zachtste jas die je ooit gaat voelen. Het is echt amazing. Ik ben helemaal in mijn noepjes. Oké, dit is dus een chille winterjas. Ik weet niet. Ja, hij is best wel dik. Dus ik denk dat het eigenlijk best kan met een sjaal of zo. De binnenkant is hij ook mooi gevoerd. En ik weet niet als het heel regen of dit heel tactisch is met dat zachte. Maar het is wel echt super leuk. Ik denk dat hij ook heel warm is. En ja, dit is gewoon een topjasje. Echt heel leuk. Hij heeft nog van die bruine knoopjes. Ja, ik vind dit echt helemaal het einde. Hoe zacht hij is, dat is echt bizar. Oh my god. Deze jas is maar 21 euro. En die heb ik in een maatje, volgens mij S. Ja, maatje S. En volgens mij past dat echt perfect, want hij valt best nog wel wat ruimer. Dat is echt helemaal top. Ik ben benieuwd hoe die staat. Nou, deze vind ik echt helemaal het einde. Hij valt perfect. Hij is abnormaal zacht. Echt super chill. Ja, ik weet niet. Zelfs open valt hij gewoon leuk. En als je hem dicht doet, dan zit hij dus weer deze naar binnen doen, die flap zo. En dan zit hij ook gewoon top. Sjaaltje erbij. Helemaal enig. Ik vind dit echt super leuk. Oh, en hij heeft zakken. En dat vind ik ook heel chill. Dus ja, ik ben echt verliefd op deze jas. Ik vind hem echt helemaal het einde. Dan. Ik weet het weer. Dit is een sweater dress. Super cute. In het beige. Hij heeft een heel erg mooi patroontje, vind ik. Deze. En hij heeft er gewoon een V-halsje. En verder zijn de mouwen ook best wel simpel. Het is eigenlijk een hele simpele sweater dress. Maar wel heel erg leuk. Ik hoop dat hij een beetje, nou ja, niet te kort is, zeg maar. Dat ik het gewoon normaal kan dragen met mijn high knee boots. Dus die over de knee laarzen. Dat vind ik echt helemaal leuk. En als het te kort is, ja, dan kun je er alsnog lekker in chillen of zo voor thuis. Dat is echt super chill. En die heb ik in een maatje 36. Even kijken hoe duur die was. De sweater dress kost 17 euro. Dan de sweater dress. En dit vind ik dus leuk met van die hoge laarzen. Maar ik moet zeggen, hij is echt korter dan ik hoopte, zeg maar. Kijk hoe kort. Hiermee kan ik echt niet mee over straat, zeg maar. En ik heb mijn arm omhoog en ja, het is een foute boel. En de gloed van mijn, nou ja, ondergoed, zwart, zie je ook er doorheen.
Dus ja, ik denk dat ik hem dus eerder zou dragen gewoon voor chill thuis. Dan is het echt amazing. Maar wel jammer, want ik had hem dus echt bedoeld voor met hoge laarzen naar buiten. Dit is dus iets waar ik helemaal excited over ben. Weer dat mooie roze. Echt. Oh, wat is die dik, wat is die lekker. Ik zoek dit al best wel een tijdje en dan ook voor een goed prijsje. Maar dit is dus een ja, super schattige babyroze vest. Helemaal gehaakt. Echt heel mooi. Maar wat ik zo mooi vind zijn deze mouwen. Kijk, ze zijn vet groot, lekker ballon. En dan heeft hij van die gebreide rondjes erop. Ja, ik vind dit vestje helemaal het einde. Ik zocht dit dus al best wel lang. Super chill met een legging of zo. Misschien wel die split legging. En dan een hemdje. En dan deze vest in de winter of in de herfst. Amazing. Ik vind hem echt heel leuk. Het is een maatje 36 en ik ga even kijken hoe duur die is. Deze vest kost 24 euro. Dan de vest en I love it. Ik vind hem echt helemaal amazing. Hij valt lekker lang. Hij is gewoon super chill. De kleur vind ik leuk. Ik vind dit helemaal geweldig. Dus deze vind ik echt helemaal het einde. Helemaal leuk. Dan weer iets beige. Oh ja, dit is zo'n Spencer. Oh, wat is die klein. Ik had hem iets groter verwacht eigenlijk. Het is een beige Spencer. En het is ook weer een beetje, ja, het is wel beige. Maar aan de andere kant heeft hij ook een beetje een roze ondertoon of zo. Wat mij bleek maakt. Nee, ik denk dat ik het wel leuk vind. Maar ja, die Spencer zie je natuurlijk nu overal. En ik heb er al een grijs, een hele grote. Die vind ik heel leuk. En nou dus ook een beige van Shein. Hij voelt heel zacht, heel rekbaar. Dus dat is top. En hij heeft ook weer een heel erg leuk patroontje er doorheen. Het is een one size zie ik nu. En hij is maar 13 euro. En dan deze leuke Spencer. Ik zou denk ik zelf een heel leuk shirtje of zo onder doen. Of een lange mouw shirt. In het wit of zwart of zo. Maar hij zit eigenlijk heel erg leuk. Gewoon een wat korter model. Hij is super zacht. En verder sluit het hier ook gewoon heel mooi aan. Dus ik vind hem eigenlijk wel echt heel erg leuk. Dan iets bruins en ik weet al wat het is. Ik ben heel erg benieuwd hierna. In een van mijn vorige Shein shoplogs heb ik namelijk ook een jas besteld. Die kleur vond ik wel heel mooi. Was echt een beetje beige, maar die stond mij niet heel mooi. En ik vond hier van die flapjes niet zo mooi. Anders link ik die video wel even hierboven. Maar nu heb ik dus een nieuwe. En deze is wat meer camo kleur. Dat vind ik echt heel tof. Nepzakjes, ja. En verder hieronder een split. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit staat. Hij voelt heel stevig, dat wel. Dus dat is echt wel fijn. Die andere was niet zo heel stevig. Deze heeft wel van die mooie flapjes. Dus ik ben benieuwd hoe deze aanstaat. En ik ben 1,69. Dus ook hoe lang die gaat zijn. Maar de kleur en hoe die eruit ziet vind ik wel echt super tof. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem in een maatje 38. Volgens mij viel hij wel wat kleiner tot normaal. En dacht ik, nou kan ik beter maat 38 doen. Normaal op een maat 36. Want stel ik doe een trui en zo eronder, dan moet het wel gewoon passen. Ik ga stuk. Op de site staat letterlijk elegant vlak outerwear zak. Maar oké, even kijken. Ik heb hem in de kleur abrikoos. En hij is 24 euro. Nou, dan de lange jas. Die zit ook eigenlijk heel goed. Ik mis hier toch een zak of zo. Ik weet niet, maar de lengte is echt perfect. Ik moet hem echt even stomen of strijken, zeg maar. Want hij is heel kreukelachtig. Dus ja, nu is het niet zo mooi. Maar als dat allemaal goed op zijn plek zit, dan is die denk ik wel heel classy. Nog niet zo gek. En als ik hem dan dicht doe, dan zit het ook gewoon nog heel erg classy eigenlijk. En dan met een sjaal. Ja, ik denk dat ik deze wel heel leuk vind. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. Dan iets zwart. Oeh ja, ik weet het alweer. Het is namelijk wel een heel erg leuk leerjasje met franjes. Echt super leuk, maar hij voelt echt heel goedkoop. Hij is super dun, zeg maar niet echt, ja dat kun je ook niet echt verwachten van een leernepjasje, zeg maar. Maar ja, ik weet niet, hij voelt gewoon heel erg dun. Maar ja, verder vind ik hem op zich wel heel leuk met die franjes dus. Misschien als ik hem aan heb dat het ook wel leuk is. Hij heeft een zilveren studs. Ja, geen idee, maar ik vind de franjes wel heel leuk. Dit is een maatje 36. En hij kost 18 euro. Dan het leren jasje. En ja, zoals ik zei, de franjes zijn echt amazing. Maar de kwaliteit valt me gewoon zo erg tegen. Vind ik zo jammer. Maar het was anders heel erg leuk. Dus die franjes zijn amazing, maar de kwaliteit, I don't know. We komen bij het ene laatste item aan. Ik zit even te denken, ik weet niet zo goed wat het is. Zo, deze voelt ook weer dik. Ik ben echt onder de indruk van de truien en de vesten en zo. Want dat voelt gewoon echt super dik en mega lekker aan. Echt heel chill.
Oh, deze vind ik leuk. Dit is een beetje, ja, dit is wel wit. Een beetje gebroken wit misschien. Dit hele leuke vestje weer. Maar ik vond die patroontjes erop zo leuk. Hij heeft namelijk hele brede ballonmouwen, zoals je kan zien. Ik ben benieuwd hoe die aanstaat. Hij voelt ook mega zwaar aan. Echt heel chill. Heel blij mee. Dit is een maatje. Even kijken. Maatje M. Ik heb best wel groot. Hij valt ook wel groot, moet ik zeggen. Dus ik had wel een S gekund. Maar goed, op zich vind ik van dat met die vestjes niet zo heel erg als het wat groter zit. Dus deze heb ik in een maatje M. Deze kost 27 euro. Die is dus wat prijziger. Maar ik moet zeggen dat, ik weet niet hoe die staat, maar qua kwaliteit en hoe het voelt, is dat het ook wel waard. Want het is echt super mooie kwaliteit. En hij ziet er ook echt heel goed uit. Heel zwaar. Dus hier ben ik heel blij mee. En ik ben benieuwd hoe het dus wederom weer staat. Dan dit leuke vestje. En ik ben echt verliefd op deze. Ik vind deze zo mooi. Hij is zo mooi qua kwaliteit ook. Valt perfect hier. Schijnt totaal niet door. Ja, ik vind het heel mooi met een spijkerbroek of zo. Echt heel erg cute. En dan komen we bij het laatste aan. En dit is eigenlijk een beetje, ja, ik laat het wel gewoon even zien. Volgens mij heb ik deze in een M. Ja, ik ga namelijk nou ja, Halloween op een bepaalde manier niet per se vieren. Maar ik ga het wel filmen en zo. Maar goed, dat zien jullie allemaal wel op mijn YouTube kanaal. Helemaal leuk. Dus ik dacht, hoe toepasselijk is deze sweatshirt dan? Het is wel heel dun kwaliteitje. Dus deze is dan weer wat minder eigenlijk. Veel minder dan wat ik net allemaal heb gezien en gevoeld. Maar dit is ook wat je één keer aandoet. En dan stop je het weer in de kast en doe je het nog meer aan. Ja, volgend jaar weer. Er staat dus op trick or treat. Eigenlijk trick treat. En een pompoen en skeletjes. Dus helemaal leuk. Leuk voor Halloween. Ik dacht even een keer wat anders. Dus deze zwarte, ja, sweatshirt. Ik ben blij dat ik een maatje M heb gedaan. Zodat het wat oversized valt. Want als dit een beetje strak valt, vind ik dat echt niks. Dus maatje M en die kost 12 euro. Nou, en deze zit ook gewoon super goed eigenlijk. Super grappig. Ik vind hem wel leuk. Yes, dan was dit alweer de shoplog. Jullie hebben kunnen zien hoe het allemaal staat. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het namelijk zo passen. Ik zou dus de links in de beschrijving zetten. Maar voor ik de video ga afsluiten heb ik dus nog een hele leuke winactie voor jullie. Super leuk. Ik mag namelijk 4 keer 50 euro shoptegoed weggeven. Super chill, super leuk. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee. Nou, wat moet je daarvoor doen? Je moet Shein op Instagram volgen en mij ook op Instagram. Mijn Instagram is @floordelver. Ik zou het allemaal even in de beschrijving zetten. En je moet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. En ja, laat een leuke comment achter met waarom jij dit zou willen winnen. Of dat je gewoon meedoet met je Instagram naam en met je e-mail. Dus gewoon je Instagram naam en je e-mailadres. Zodat ik of via Instagram jou kan benaderen of via het e-mailadres. En dan wens ik je heel veel succes. Ja, met die 50 euro wil je toch wel wat leuke dingen halen bij Shein. Dus dat is top. En de kwaliteitjes van de truitjes en vestjes vind ik echt oprecht. Ben ik echt verbaasd over. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Dus check dus even de beschrijving voor alle informatie van de winactie. En de linkjes. En de kortingscode. En dan zou ik zeggen, doe even dat duimpje omhoog. Als jij de video leuk vond. Als je meer Shein shoplogs wil zien. En abonneer op mijn kanaal. Want dat ga ik ook heel erg leuk vinden. En ja, als je mee wilt doen met de winactie. Dan moet dat dus ook. Dus ja, heel veel succes. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei.